Goedenavond, dames en heren. Het wordt weer lekker donker 's avonds. Het is de drukste tijd van het jaar. Whisky drinken. Scotty, wij zijn goed bezig, hè? Dat doen we. Vanavond, dames en heren, voor een internationaal gezelschap heb ik een internationale whisky. Scotty, we beginnen met de Red Bush van Bushmills uit Ierland. Dan hebben we de Stetson. Inderdaad, die van de hoede. J.R. Ewing is er beroemd mee geworden. Lower East Side. Een leuke nieuwkomer uit het zuiden van Scotland. Je schrijft Howick, maar je schrijft Hoik. Of niet Schotland, Scotty? Hoik, Scotland. Dan hebben wij de Nomad Whisky. Het is een Schot, het is een Spaanse, allebei niet. Outland Whisky. Tamdu, mooie fles, Victoriaans, lekkere sherry. Internationale tint in deze Franse. Kijk eens naar dit product Bren. Ja, met de schitterende Alison Park, schitterende whiskymaakster. Dan onze eigen whisky. De enige whisky ter wereld waar ik kan zeggen, groet nu Twente van Whisky Weekend Twente. U weet wel, 22 en 23 maart volgend jaar in het Heracles Stadion. En ze eindigen met die van mezelf, Henry's Choice, The Hammer. Echt iets waar ze morgen nog over spreken. Scotty, wij zijn tevreden over vanavond, of niet?